Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Let alsjeblieft niet te veel op mijn haar, want het is een beetje pluizig, want ik heb gewoon de hele dag gewerkt. Ik heb vandaag voor jullie een handige tutorial. Ik laat zien hoe je makkelijk een cut crease look kunt maken. Ik maak heel vaak make-up looks en ik maak ook heel vaak cut creases. En veel van jullie kijken naar mij om inspiratie te halen uit mijn make-up looks en ze eventueel na te maken. En het is wel handig als je weet hoe je een cut crease maakt als je een look wilt namaken. Vandaar dat ik dus deze video vandaag wilde maken voor jullie. Nou, ben je dus benieuwd naar deze video? Blijf dan gewoon vooral even kijken. Nou mensen, voordat ik begin wil ik eerst even een update geven over mijn wenkbrauwen. Die heb ik laten microbladen. Als je die video niet hebt gezien, ik plaats het even hierboven. Dus klik even hier als je de video wilt zien. Ik had het allemaal gevlogd. En de microblading was heel goed gegaan. Ik ben nu anderhalve week verder, bijna 2 weken verder. En dit is nou hoe mijn wenkbrauwen er nou uitzien. In het begin waren ze echt perfect, maar dat is altijd met microblading. En dan ga je wenkbrauwen vervellen en dan gaan er wat stukjes van af. Zoals je ook kunt zien is het nou allemaal een stuk minder heftig. Maar ik heb over 4 weken mijn tweede afspraak. Want je moet echt 2 keer gaan om dan de plekken waar het niet goed heeft gepakt overnieuw te doen. En dit zijn dus mijn wenkbrauwen zonder make-up op. Ik vind het echt geweldig. Ik zal even hier een plaatje zetten van hoe mijn wenkbrauwen eerst waren zonder make-up. Nou, je kunt denk ik wel echt het verschil zien. Als ik gewoon zo opsta en me niet ga opmaken, vind ik oprecht dat ik mijn wenkbrauwen niet hoef te doen. Dat vond ik eerst wel. Eerst vond ik wel echt dat ik echt altijd mijn wenkbrauwen moest doen. Ook al maakte ik mijn eigen niet op. En dan vind ik van niet. Ik vind het gewoon mooie, naturel wenkbrauwen. Maar als ik me ga opmaken zoals vandaag, doe ik ze wel. En dan wil ik ze echt omflieken en helemaal strak hebben. Dus ik ga even snel mijn wenkbrauwen doen. En dan kom ik zo bij jullie terug. Nou, ik heb even snel mijn wenkbrauwen iets meer aangezet. Ik hoefde echt niet veel moeite te doen. Normaal moest ik echt een hele wenkbrauw erop tekenen. En nu hoefde ik het alleen maar een beetje bij te tekenen en het wat strakker te maken. Dus ik ben blij dat dit nou allemaal een stuk sneller gaat in mijn leven. Nou, voor deze cut crease look ga ik dit paletje gebruiken van Makeup Revolution. Dit is de Revolution Reloaded Neutrals 2 gebruiken. Dit is dus een van de 4 nieuwe paletjes van Makeup Revolution. Dit zijn de Reloaded paletten. Ik heb ook al een look gemaakt met dit paletje. Als je die look wilt zien, ga dan even snel naar mijn Instagram. Daar staat die tutorial. En ik vind deze paletjes echt de shit. Ze zijn betaalbaar, de kleuren zijn mooi. Ik vind ze echt alle 4 echt geweldig. Dus mocht jij hier nou ook eentje van hebben of allemaal, dan ga dan naar beauty88.nl. Daar kun je ze kopen. Maar vandaag ga ik dus de Neutrals 2 gebruiken. Nou, aangezien een cut crease look altijd heel heftig is en je graag wil dat die goed blijft zitten en lang blijft zitten, is het super super belangrijk dat je een goede oogschaduwprimer gebruikt. En het liefst een oogschaduwprimer die echt kleur corrigeert, waardoor je dus een hele mooie lichtkleurige soort van canvas creëert op je oog, waardoor je de kleuren mooi kunt blenden. Ik ga hiervoor de W7 All Day Wear Eyeshadow Prime gebruiken. Deze omdat hij heel goed kleur corrigeert. En je brengt het echt aan over je hele ooglid. Ik breng het altijd helemaal aan tot bij mijn wenkbrauw. Als je dus echt deze gebruikt van W7, raad ik echt aan om echt maar een heel klein beetje te pakken. En met heel klein beetje bedoel ik echt een pietepeuterige beetje. Want dat heb ik nou ook gedaan en kijk hoeveel er al op mijn oog gaat. In mijn Full Face W7 make-up tutorial had ik echt veel te veel gepakt. En dat is echt een bende. En je kunt gewoon altijd opbouwen als je het toch niet genoeg vindt. Nou, je kunt wel zien hoe goed die kleur corrigeert. Hier is nog helemaal mijn eigen huidskleur. En hier is het gewoon bekant wit. Nou, dan pak ik deze lichtkleur uit het paletje. En hiermee ga ik mijn hele ooglid afpoederen. Dus overal waar ik oogschaduwprimer heb gedaan, dat ga ik afpoederen. Dit doe ik omdat de oogschaduwprimer vrij plakkerig is. En ik als eerste begin met mijn kleuren te blenden. En als het allemaal plakt, dan gaan de kleuren ook niet goed blenden. Dan gaan ze allemaal op de oogschaduw blijven, op de oogschaduwprimer blijven plakken. Nou, je hebt verschillende soorten cut creases. Je hebt echt de volledige cut crease en de halve cut crease. Die stopt dan zo hier ergens. Wij gaan vandaag gewoon voor de volledige cut crease, want de halve is heel makkelijk. Als je gewoon de hele kunt, dan kan de halve ook. Mijn kwast is net gevallen. En iedereen doet een beetje een cut crease op hun eigen manier. Ik ga het laten zien hoe ik het altijd doe en ik ga het op een hele makkelijke manier laten zien. Dit is denk ik de meest makkelijke manier om een volledige cut crease te maken. Nou, dan pak ik eerst deze kleur uit het paletje. En ik pak mijn fluffy kwast en ik ga nou eerst beginnen met de kleuren op te bouwen in mijn arcadeboog. En zoals je ziet ga ik net boven mijn arcadeboog. Mijn arcadeboog zit echt hier, zeg maar. Maar ik ga er toch echt boven. Ik ga echt een beetje hier bij dit bot. Want ik heb hooded eyes. Vooral als je hooded eyes hebt, ga boven dat velletje. Want als je onder dit velletje gaat zitten en je doet je ogen open, dan is je cut crease helemaal weg. Dus hou het een beetje hoog. En dan blend ik het gewoon zo helemaal mooi in mijn arcadeboog. En je mag best wel ver gewoon naar buiten gaan, want dat gaan we straks toch allemaal weghalen. En
kijk, ik ga echt heel erg hoog. Gewoon helemaal bij mijn wenkbrauw. En dan pak ik deze kleur in het paletje. En deze kleur gaat ook weer in mijn Akkaardboog. Maar ik ga het er iets onder houden met een iets kleinere fluffy kwast. Dan pak ik deze kleur en dan pak ik een kwastje die een beetje, dit heet een penseelkwastje, met een beetje een puntige vorm. En dan ga ik de cut crease alvast tekenen. Dit hoef je niet per se te doen, dit maakt het gewoon makkelijker. Je kunt ook gewoon een fluffy kwast pakken en die kleur gewoon weer net als toen net in je Akkaardboog doen. En dan als je het dan de cut crease maakt, dan wordt het al gewoon een mooie lijn. Maar als je nog een beginner bent en je wilt het makkelijker maken voor je eigen, kun je alvast gewoon de vorm maken die je wilt. Nou, ik heb dus gewoon die kleur gepakt en ik ga nou gewoon zo de vorm maken die ik wil. Nogmaals, vooral met mensen met hooded eyes, ga boven dit velletje. Dus als het voor jou voelt alsof je te hoog gaat, dan is het goed. Het moet niet goed voelen in principe. Dus wat ik dan altijd doe is, ik blijf gewoon naar voren kijken, zodat ik goed zie waar dat velletje zit. En dan ga ik er gewoon boven. En dan doe ik daar gewoon een beetje oogschaduw, zodat ik weet waar het moet zitten. En dan ga ik gewoon zo de cut crease maken. En dan ga ik zo naar binnen. En dan naar boven. En dan hier zo bij het einde ga je zo omlaag en dan maak je zo een soort van cupje. Dit hoeft allemaal niet heel netjes, want je gaat het toch uitblenden. Maar dit is gewoon puur om het voor jezelf wel makkelijker te maken. En het is ook gewoon mooi. En dit ga ik nou ook doen aan die kant. Kijk, nou heb ik de vorm soort van zo gemaakt. Nou ga ik het een beetje uitblenden. Hiervoor gebruik ik deze kwast. Dit is ook een penseelkwast, maar iets meer fluffy. En dan ga ik het gewoon lichtjes zo uitblenden. En nogmaals mensen, het hoeft allemaal niet heel perfect, want we gaan toch de cut crease maken. Om een cut crease te maken heb je altijd een concealer nodig. Ik gebruik eigenlijk altijd de Catrice Liquid Camouflage Concealer. Waarom gebruik ik altijd deze? Want het is fijn bij een cut crease als je een concealer gebruikt die dik is en heel licht is van kleur. Want zoals het ook is met de oogschaduw primer, het is fijn als de ondergrond heel licht is. Want dan gaan de kleuren van de oogschaduw er heel goed uitpoppen. Dus daarom gebruik ik altijd deze. Als kwast is het belangrijk dat je een platte synthetische kwast gebruikt. Ik gebruik altijd deze van Morphe. Dit is van de Beautiful Bronze Set. Deze heeft geen individuele naam. Die is echt gewoon van die set. En hij is gewoon heel plat en synthetisch. In principe kan je hiervoor elke kwast gebruiken die gewoon plat is en synthetisch. Hoe harder de kwast is, hoe beter. Want dan beweegt hij niet allemaal mee. Want als hij allemaal mee beweegt, dan ga je het een beetje scheef doen. Nou, ik doe altijd een beetje concealer zo op mijn hand en dan pak ik het altijd daarvan af. Ik pak gewoon een beetje concealer op mijn hand en als je het net pakt, zit er altijd best wel veel concealer op je kwast. Dus ik doe het altijd eerst een beetje afvegen. En dan ga ik gewoon hier beginnen in de hoek en dan ga ik mee met de lijn die ik dus net heb gemaakt. Vandaar dat als je die lijn al maakt, is het makkelijker, want dan hoef je nu niet allemaal te gaan gokken. Nou, ik heb de cut crease helemaal gemaakt. Zoals je kunt zien, ik ga echt boven dit velletje. Zodat als ik mijn ogen open doe, je de cut crease gewoon nog kunt zien. Kijk, nou is hij echt op die velletje. Dit ga ik ook hier doen. Nou kijk, ook hier ga ik weer boven dat velletje. En ik ga omhoog en dan hier weer zo een beetje omlaag. Als de cut creases allebei niet precies hetzelfde worden, maak je niet te druk. Dat lukt bijna nooit perfect. Mij lukt het ook niet altijd. Ik heb echt de neiging altijd om deze heel hoog te maken en deze heel laag. Ik weet niet waarom ik dat doe, maar goed. Maar nou zijn ze denk ik wel gewoon goed. Nou ga ik deze even verder inkleuren. Nou, ik heb ze allebei gemaakt. Als je dit hebt gedaan, heb je in principe het moeilijkste gedaan. Als dit is gelukt, kun je een cut crease maken. Nou, wat we gaan doen is de cut crease inkleuren. Ik gebruik vaak een glitterkleurtje. Je kunt een matte kleur gebruiken. Je kunt echt doen wat je wilt. Ik ga een glitterkleur gebruiken. Ik ga er 2 gebruiken. De cut crease ga je niet afpoederen. Want wat je nu juist wilt is dat het plakt. Want dan gaat de glitterkleur goed opplakken. Of de matte kleur of wat je ook gebruikt. Want dit hoeven we niet uit te blenden. Een cut crease is niet uitgeblend. Een cut crease is altijd een mooi strak. Als jij nou een halve cut crease wilt maken, doe je gewoon precies wat ik nou ook heb gedaan. Maar dan stop je gewoon hier.
Dan maak je de lijn tot hier en klaar. En dan hier ga je gewoon de kleur uitblenden zoals je normaal zou doen. Nou, ik ga eerst deze kleur pakken. Ik ga beginnen met die kleur en die ga ik doen van binnenuit tot ongeveer het midden. En ik maak mijn kwast nat met MAC Fix Plus die al bijna leeg is. Ik doe meestal een wat lichtere kleur hier in het begin, want het is toch mooier, want dan lijkt je oog iets meer open, iets meer wakker. En hier is het echt belangrijk dat je echt binnen de lijntjes kleurt. Dus je moet echt in die cut crease blijven, maar je moet er wel echt helemaal vullen. Het is absoluut niet de bedoeling dat je nog een beetje concealer ziet bij de lijn. Dus je moet het echt goed inkleuren en ook echt tot aan de lijn precies moet je oogschaduw doen. Anders ga je nog een stukje concealer zien en dat is echt niet mooi. Nou, dan pak ik deze glitterkleur en die ga ik op de rest van de cut crease doen. En ik breng het helemaal tot aan het einde, want nogmaals, dit gaat straks helemaal weg. Nou, dan pak ik nog een beetje van die lichtere kleur hier in het begin en die doe ik nog een beetje erop. Omdat die andere nou een beetje deze kleur heeft wegvervaagd. Nou, ik vind het echt heel mooi gelukt. Nou heb ik een beetje dat ombre effect. Als je echt gaat voor een echte ombre, kun je zelfs nog een derde kleur doen. En dan had je eventueel nog deze kleur vanuit hier tot ongeveer naar buiten kunnen doen. Dan had je nog een extremere ombre gedaan. Nou, ik had dus in het begin deze kleur gepakt om de cut crease te maken alvast vol te bereiden. Die kleur is nou een beetje weggevaagd door de cut crease, dus met datzelfde kwastje ga ik hem een beetje terugbrengen. Ik pak een heel klein beetje op mijn kwast en dan ga ik er nog zo één keer overheen. Kijk, nou heb ik hem weer iets meer teruggebracht. Dat ga ik nou hier ook doen. En dan weer met die fluffy penseelkwastje ga ik het een beetje omhoog uitblenden. Ik ga absoluut niet over de glitterkleur. Dit paletje is echt mooi, man. Die andere ook, die met groen. Die look was ook echt mooi geworden. Al zeg ik het zelf. Nou, in principe kun je het gewoon zo laten en een winged eyeliner maken, mascara doen of nep wimpers. En dan ben je in principe klaar, maar ik wil het allemaal nog iets heftiger maken. Ik heb hier de Urban Decay Heavy Metal Glitter Eyeliner. Dit is de kleur Catcall. En die ga ik eroverheen doen om er nog iets meer te laten glitteren. Daarvoor zijn dit soort eyeliners echt ideaal. Als je hier geen 20 euro voor wilt betalen, want ik gok dat deze zo duur was, of 25 euro, ik denk 20 euro, dan heb je ze hier ook van W7 voor een heel stuk goedkoper. Volgens mij 3 euro of 4 euro. Ik ga dit er gewoon zo op doen. Op die donkerste kleur doe ik het. En dan gewoon een beetje in het midden om het gewoon iets meer te laten glitteren. Ik doe niet te veel, echt gewoon een beetje. Gewoon voor die extra pop. En dan natuurlijk ook bij dit oog. Nou, ik vind dit de look echt afmaken, zo van die glittertjes. Nou, bij een heftige cut crease hoort ook een heftige eyeliner. Ik gebruik de Catrice Liquid Eyeliner. En ik ga gewoon een hele heftige eyeliner maken en echt helemaal tot hier. Maar ik laat ze elkaar niet aanraken. Ik blijf echt onder die streep. Ik begin altijd eerst met de wing, maar het is maar wat jij zelf het fijnst vindt. Kijk, ik maak hem echt heel lang. Je moet het gevoel hebben dat hij te lang is. Als je het gevoel hebt dat hij te lang is, is hij goed. Nou, ik heb de wing helemaal gemaakt. Ik doe even iets meer glitters, gewoon omdat ik het niet genoeg vind. Ik wil gewoon meer. Nou, dan is het tijd voor wimpers. Ik gebruik mijn Benefit Bad Girl Ben Mascara. Mensen, ik zeg jullie, deze mascara is ook echt een aanrader. Ik vind hem echt heel fijn. Ik heb nu de kleine formaat, maar ik wil zeker de grote gaan kopen als deze op is. Nou, natuurlijk doe ik nep wimpers op. Ik doe mijn Elisa wimpers op van Estra. Alles wat ik vandaag gebruik, zet ik allemaal in de beschrijving. Dus als er iets is wat je wilt, alles staat beneden en ook waar je het kunt kopen. Nou, terwijl de lijm op mijn wimpers aan het drogen is, gaan we even deze cut crease dit allemaal hier weghalen. Ik gebruik gewoon make-up remover doekjes van de Action zijn deze. En wat ik dan de makkelijkste manier vind, is om mijn vingers zo hierin te stoppen en het gewoon zo weg te wipen. Helemaal strak. Pas op dat je niet over je eyeliner heen gaat. Je moet er echt onder blijven. Maar zo wordt dus de lijn helemaal strakker. Als je dit te moeilijk vindt of te veel gedoe of wat dan ook. Wat je dan ook kunt doen is voordat je begint met je ooglook een stukje plakband pakken en dat alvast plakken. En dan is de lijn automatisch al gewoon scherp. En dit doe ik dan ook gewoon zo bij dit oog. Nou, mijn wimpers zitten erop. Dit was de eerste keer dat ik deze wimpers heb gebruikt. Of überhaupt wimpers van haar lijn heb gebruikt. Ik moet zeggen, deze wimpers gingen zo makkelijk op. Ze zijn al perfect gebogen. Echt, ik heb volgens mij nog nooit wimpers gehad die er gewoon zo perfect in één keer op gingen. Ik vind ze alleen niet dramatisch genoeg, dus ik ga een beetje mascara opdoen. Mensen, ik moet wel echt erbij zeggen, ik raad het niet aan om mascara te doen op nepwimpers, want dat verpest ze wel een beetje. Maar ik wil ze altijd gewoon echt veel heftiger. En als je dat wilt, dan kun je dat wel gewoon doen.
Maar je wimpers gaan wel echt een stuk minder lang mee. Nou, ik ga even snel de rest van mijn gezicht opmaken. En dan kom ik straks bij jullie terug om de ooglook af te maken. Hier onder mijn ogen moet nog oogschaduw en zo. Nou mensen, daar ben ik dan weer. Ik heb bijna mijn hele gezicht afgemaakt. Ik heb alleen nog geen blush op en nog geen highlighter en mijn lippen nog niet. Maar ik kan in ieder geval mijn ooglook afmaken. Dan pak ik weer deze kleur. En die ga ik doen onder mijn ogen. En die breng ik gewoon zo aan bij mijn wimperrand. En dan pak ik altijd nog een soort van fluffy kwastje. En daarmee doe ik het altijd nog een beetje extra uitblenden, zodat de lijn niet te hard is. Nou, ik ga nu het eyeliner doen in mijn waterlijn, omdat ik mijn ogen iets meer open wil hebben. Ik gebruik de Rimmel London Scandal Eyes oogpotlood in de kleur 5 Nude. En dan nog wat mascara voor mijn onderwimpers en dan ben ik in principe klaar. Nou, ik hoop dat deze video jullie toch wel een beetje op weg heeft geholpen. En cut crease blijft altijd een beetje lastig, dus je moet gewoon blijven oefenen, oefenen en oefenen. Voor de mensen die zich afvragen wat ik op mijn lippen heb, ik heb de Clinique Nude Pop Lipstick op in de kleur 1 Nude Pop. Ik ben een jaar geleden begonnen met mijn YouTube kanaal en toen kon ik nog geen cut crease. Ik heb echt cut crease geleerd nog niet eens zo heel lang geleden, echt pas een paar maanden. Dus ook ik ben het nog aan het perfectioneren. Maar ik vind dat ik het van nu al best wel redelijk kan, dus ik ben er best wel blij mee. En als ik het kan, kunnen jullie het ook. Nou, vond je deze video leuk? Vergeet dan alsjeblieft niet te liken en te abonneren op mijn YouTube kanaal. Vergeet ook niet op het belletje te klikken naast abonneren. Want zo weet je ook zeker dat je mijn video's ziet, aangezien YouTube nou video's niet meer altijd laat zien. En als je op het belletje klikt, zie je ze wel. Ik plaats 2 keer per week een video, elke dinsdag en zaterdag om 1 uur. Op donderdagen plaats ik ook af en toe extra video's. En ik hoop jullie gewoon weer snel te zien bij mijn volgende video. Doeg!